De game is al dik 2 jaar uit, maar sinds enkele weken is hij ongelooflijk geëxplodeerd. En iedereen en je moeder is hem ondertussen aan het spelen en we hebben het over Among Us. Lucas, afgelopen weekend was het bizar. 3,8 miljoen gelijktijdige spelers, een 60 miljoen actieve spelers op één dag. Ja, insane, toch? En dus 100 miljoen downloads in totaal. Het is een fenomeen geworden. We hebben eigenlijk net Fall Guys achter de rug. En dat is op zich ook nog wel gaande. Maar Among Us is opeens weer... Ja, dat gaat zeker nog gaan, hè? Among Us komt er opeens gewoon bij. En het is gewoon opeens het ding. Je bent op het internet en je kan er niet omheen. Among Us is overal. Ja. En dat is met een goede reden ook. Toch, Martin? Ja, zeker. Nou, we weten natuurlijk allemaal in welke situatie we zitten. Ook wij werken op afstand van elkaar. Iedereen zit noodgedwongen thuis. Maar je bent toch wel op zoek naar sociale contacten. Misschien met elkaar een gamepje spelen. En Among Us is misschien daar wel de ideale game voor. Want wat je doet, je bent met een aantal crewleden... Zit je op een ruimteschip of op een ruimtebasis. En er zitten een paar imposters zitten erbij. En die moet je gaan ontmaskeren. Dat is het doel. Dus sommige spelers zijn de bad guys, sommige spelers zijn de good guys. En jij moet als groepje uitmaken van, hey, dit is de imposter. Jij bent het, zeg maar. En dat gebeurt op speciale momenten dat je met elkaar in gesprek kan gaan. En eigenlijk krijg je een soort van wie is de mol in spelvorm. En dat is verrassend leuk. En daar zijn dus sinds kort ook, is de hele wereld erachter gekomen. Want toen de game in 2018 lanceerde, je zei het net al, hoeveel spelers waren er toen? Nou, de ontwikkelaar zei dat kort na de release er zo'n 30 tot 50 spelers in totaal waren, zeg maar. Dus in totaal. Dus oftewel, die game heeft niet zo goed gelanceerd. En nu is het een fenomeen wat overal ter wereld wordt gespeeld. En ik kan me niet eens voorstellen hoe het is om een gameontwikkelaar zoals dat te zijn. En dat je opeens zo'n mega succes krijgt. En dan ook nog eens moet zorgen dat alle servers een beetje werken voor al die mensen die willen spelen. Het is niet makkelijk in ieder geval. Maar, De game is ook ontwikkeld door 3 mensen in totaal. Dus er zitten 3 mensen achter. Die hebben hem dus in 2018 uitgebracht. En toen bleef het echt heel lang stil. Tot het begin van 2020. Toen werd de game opgepikt door content creators in Zuid-Korea, Brazilië en Mexico. Toen werd de game wel groter. En daarna gingen ook Engelstalige of Engels sprekende Twitchers en YouTubers aan de haal met deze game. En ja, in deze zomer ging het helemaal los. Je kan er eigenlijk ook niet meer omheen. Iedereen is het aan het spelen. En ja, die servers van die game moeten roken. Dat kan niet anders. Ja, je hebt bij ons ook al op ons Twitch-kanaal of hier op YouTube streamen natuurlijk ook. Heb je ook kunnen zien hoe wij Among Us spelen. En daar hebben we wel zeker wat gezeik gehad met de servers. Dus het was veel opnieuw proberen en opnieuw proberen en opnieuw proberen. Maar uiteindelijk kwamen we erin en hebben we echt met superveel plezier gewoon potjes Among Us gespeeld. Het is gewoon ik denk dat het een perfecte game is om gewoon met je vrienden te spelen. Maar ik denk dat het ook een bepaald element heeft dat goed werkt op een stream of zo. Juist, want mocht je het nog nooit hebben gezien of gespeeld, je mag dus eigenlijk niet praten terwijl je aan het gamen bent. Alleen in bepaalde stukken dat je mag overleggen. En dat zorgt toch voor een soort, even een wat andere dynamiek op Twitch. Dat iedereen even denkt van, wow, wat gebeurt hier? Wat is dit voor gekke game? En het werkt als een malle. Ja, zeker. En dat communiceren is heel erg belangrijk in die game. En daarom heeft ook Discord heeft een... zagen dat de mobiele app veel meer werd gedownload, dankzij Among Us. En ook de mensen van Among Us, die zagen in augustus of vlak voor augustus, zagen van oké, onze game wordt populairder, laten we een deel 2 aankondigen. Oh, ja. Maar toen werd deel 1 werd zo populair, dat hebben ze gezegd, oké, dat gaan we niet meer doen. We gaan al onze effort steken in het ondersteunen van deel 1. Alle dingen die we hadden bedacht voor deel 2 gaan we brengen in deel 1. Dus, waarom denk je dat het is gebeurd, Martin? Dat ze gewoon dachten, nou, we denken dat het slimmer is om deel 1 uit te breiden dan deel 2. Wat maakt het verschil, denk je? Nou ja, wat het succes is van Among Us ook, is ook de toegankelijkheid. Mm-hmm. Alles en iedereen kan het spelen. Die game is sowieso heel erg licht, dus je hebt geen zware specs nodig voor je PC. Nee. Het kost sowieso ook maar €4 voor op je PC. En het is gratis te downloaden voor je mobiel. Daarnaast is hij ook nog eens crossplay, dus je kan met mensen die hem spelen op mobiel spelen tegen mensen of met mensen op PC. Dus toegankelijkheid is heel erg belangrijk. En als ze dan zo'n tweede deel uit gaan brengen, dan moeten al die mensen weer opnieuw zo'n app gaan downloaden. Of weer gaan kopen. En ja, als ze het nu al hebben, waarom zou je dan weer opnieuw iets gaan uitbrengen wat je dan weer moet gaan pushen? Ja, nou ja, dat is waarschijnlijk precies wat zij hebben gedacht. En dat lijkt me inderdaad een slimme keuze wat je zegt. Anders versplinter je weer je doelgroep met mensen die Among Us 1 spelen, Among Us 2 spelen. Dus ja, lijkt mij een goede zet.
Ja, zeker. Dus Among Us is the talk of the town. En als je hem ook wil proberen, hij is nu gratis te vinden in de app stores van je mobiele telefoon. En hij is voor €4 te scoren op PC. En dan kun je ook lekker gamen. En wil jij dat wij meer van dit soort video's kunnen maken, dan kan je ons heel erg helpen door te abonneren op dit kanaal. En een reactie achter te laten van wie was de imposter van dit gesprek. Thank you.